Rob, het is een stralende dag. Jullie hebben al een heel programma afgewerkt vanochtend. En wat staat er vanmiddag nog te gebeuren? We hebben vanmorgen een heel pupillenprogramma achter de rug. Er zijn een aantal honderden jongens en meisjes die dan meedoen. In verschillende leeftijdscategorieën. Vanmiddag ronden we het juniorenprogramma af. Dat zijn de oudere jongens en meisjes. Ze zijn onder andere bezig met sprinten, verspringen, hoogspringen, ook speerwerpen. En afrondend hebben ze dan ook een 600 meter of een 1000 meter bij de junioren. DEM is al jarenlang een hele bekende, ook landelijk opererende vereniging. Ja, dat klopt. Met heel veel talent ook. Ja, we mogen niet klagen. We hebben de laatste jaren ook een hele mooie ontwikkeling daarin doorgemaakt. DEM staat voor door Eendracht Macht. We staan, zover ik weet, 87 jaar nu. We hebben verschillende talenten in verschillende leeftijdscategorieën. Hoe groot is eigenlijk de atletiekvereniging DEM? Ja, we bestaan, per 1 januari 2015 hadden we 607 leden. Daarvan zijn ongeveer 450 tot 475 echte wedstrijdatleten actief. Kun je merken dat hier gewoon ook een vriendschap ontstaat? Tussen de, ja, het zijn er allemaal concurrenten van elkaar, maar het is ook een vriendengroep. Ja, kijk, atletiek is natuurlijk in eerste instantie een individuele sport. Je bent gericht op het verrichten van je eigen prestaties. Maar uiteraard, je bent niet voor niks een vereniging. Dus wat je dus krijgt, ook de verschillende leeftijdscategorieën en alle groepen, is dat ze bij wedstrijden een enorme saamhorigheid krijgen. En dat geldt zelfs niet alleen voor de atleten onderling, maar juist ook voor de ouders en begeleiders. We hebben per leeftijdscategorie hebben we trainers. We hebben goede opdeling ook, omdat we zoveel leden hebben momenteel. Dat we dus ook niet de groepen te groot willen krijgen. Nadia Willemsen, je hebt de hele wedstrijd een 10 meter achter Deborah gelopen. En op het laatste moment, op de laatste 50 meter, zet jij de eindsprint in. En jij ging er goed overheen. Ja, het was wel zwaar, maar ik ben wel blij. Is dat meestal jouw tactiek om zo te sprinten? Meestal niet, maar ik ben ook geen lange afstandloper. Nee, maar jij hebt de sprint van de 60 meter ook gewonnen, hè? Ja, ik ben korte afstand vind ik toch het liefst om te doen. Okay, dus hier staat een tweede Daphne Schippers in de dop? Ik hoop het. Wiba, jij hebt net kogel gestoten. Dat was een hele mooie worp. Is die kogel niet een beetje zwaar of valt het nogal mee? Nee, is niet zwaar. Wat vind je het leukste onderdeel van atletiek? Sprint. De sprinten. Oké. En jij bent ook een talentje daarvoor? Ze zeggen van wel. Nathalie, jij komt er rond vooruit dat jij niet zo goed bent in de kogelstoten. Hoe komt dat? Nou, ik ben gewoon slecht. Waar ben je dan wel goed in? Weet niet. Het is wel eerlijk dat je dat zegt, dat je slecht bent in kogelstoten. En je lacht er ook nog bij. Ja. Ja. Dat is... Maar het is toch een kwestie van oefenen, of niet? Ja. En waar moet je nog verbeteren? Dat ik achteruit loop, want ik had het net ongeldig gemaakt. Want ik stapte de verkeerde kant uit. Oké, nou in ieder geval heel veel succes. En ik vond het wel sportief dat je zegt ik ben de slechtste. Oké, jongens, jullie hebben net speer geworpen zoals dat heet. Was je tevreden? Ja, het ging. Ik zag jou wel heel veel meer passen nemen naar achteren toe om een goede aanloop te nemen. Helpt dat? Ja. Soms wel, ja. Soms wel. En ik zag jou met een goede gestrekte arm de speer wegwerpen, want dat moet, hè? Ja, dat moet wel, ja. Anders komt hij minder ver. Of hij wordt ongeldig. En hoe ver gooi je normaal als je het verste gooit? 22 meter. Zo, dat is heel wat. En jij? 22 meter? 18 meter. 18 meter en jij? 19 meter. Noah Struiven, je hebt net de 1000 meter gewonnen met getekende afstand ten opzichte van de tweede. Want vanaf het begin ging jij al snel weg, hè? Ja. Doe je dat altijd? Ja. Wat is jouw specialiteit, de 1000 meter of andere onderdelen? Sprint. Okay, hoe lang atletiek jij al? 2 jaar. 2 jaar. En ga je hiermee verder? Ja. Nou, ik hoor het al, Rob. Deze vereniging staat als een huis en dat kan nog jaren mee. Op naar het 90-jarig jubileum. Ja, wij gaan ervoor.